Een van ons ging namelijk op het dek wandelen en begon plotseling heel hard te roepen dat daar witte zwanen zwommen. Allen die beneden deks waren, sprongen snel op toen ze dat hoorden. Wij zagen stukken ijs die van de grote massa waren losgeraakt en die wel op zwanen leken. In het jaar 1596 vertrekken twee schepen uit Amsterdam met als doel China te bereiken om de Noord, de route langs Siberië. De bemanning is streng geselecteerd. Alleen mannen die hun vak verstaan mogen mee. Ze weten niet wat hen te wachten staat. Zij zijn de astronauten van de 16e eeuw. De schepen staan onder bevel van beroemde zeelieden, Heemskerk en de Rijp. De leiding van de expeditie is in handen van Barends. Barends is in de 40, schipper, ontdekkingsreiziger, cartograaf en vader van 5 kinderen. Twee keer probeert Barends de noordelijke doorvaart naar het Verre Oosten te vinden. Twee keer keren zijn schepen onverrichter zaken terug in Amsterdam. De ontdekkingsreis aan het eind van de 16e eeuw is een sprong in de ruimte. Dit blijk van durf is tekenend voor de uitbarsting van bedrijvigheid in de Hollandse steden. Kunst, geestelijkheid en wetenschap, maar vooral handel, raken in een stroomversnelling op de drempel van de Gouden Eeuw. Europa wordt te klein. Holland wil de wereld in. Barends moet en zal de noordelijke doorvaart vinden. Hij volgt navigatielessen en leert zo de theoloog en cartograaf Petrus Plantius kennen. Plantius gelooft dat de doorvaart niet langs de kust van Siberië gezocht moet worden, maar veel noordelijker, door de IJszee. Plantius meent dat de weg onder den Polo, te weten boven Nova Zembla om, zeker, gans, gewis en zonder twijfel goed is. Hierdoor versterkt gaat Barends in opdracht van Amsterdamse kooplieden een nieuwe poging wagen. De expeditie volgt de aanwijzingen van Plantius om noordelijker te koersen. Na 2 maanden raakt Barends in moeilijkheden. Gerrit de Veer, een van de bemanningsleden, schrijft in zijn journaal: de 26e augustus begon het behoorlijk te waaien en we besloten terug te zeilen naar Kaap Begeerte en naar huis. Maar toen we voorbij de ijshaven waren gekomen, kwam het ijs zo hevig in beweging dat we ingesloten raakten, hoezeer we ook ons best deden om vooruit te komen. Het was allemaal vergeefse moeite en bijna waren we 3 man kwijtgeraakt die op het ijs waren om een opening te maken in het ijs dat maar voort bleef drijven. Maar toen dreven wij weer terug langs het ijs waar het volk op stond. En doordat ze rap waren, konden ze zich in het voorbijdrijven vastgrijpen. De ene aan de hals, de andere aan de fokkenschoot en de derde aan de grote bras die van achteren over de reling hing. Op dezelfde dag kwamen we 's avonds aan de westzijde van de ijshaven, waar we de gehele koude winter in grote armoede, ellende en verdriet moesten overblijven. En de wind was toen oost-noordoost. Scheveningen Radio, this is motor vessel Ivan Kireev. Ivan Kireev, please answer. De wind woei hard uit het noordoosten en het voer zo hevig dat als we een spijker in de mond namen, het vel van onze lippen aan de spijker bleef hangen als we hem weer uit de mond namen. Dezelfde dag kwam er een oude beer met een jonge beer. En toen we met z'n allen naar huis gingen, gingen we op hen af om op ze te schieten. Maar ze rende weg.
bouwen van ons huis was zwaar. Op 23 september overleed onze timmerman. Hij kwam uit Purmerend. De 24 september begroeven we hem in linnen gewikkeld in een rotskloof in de buurt van een beek, want we konden niet in de aarde komen door de hevige vorst en koude. En we maakten die dag twee tochten met onze sleden voor hout. Op een hele merkwaardige manier blijkt dat de herinnering aan de overwintering op Nova Zembla aan een Barends als persoon eigenlijk uit het Nederlandse bewustzijn nooit weg is geweest. Bijna 300 jaar later, in 1871, treft de Noorse pelsjager Ellen Carlsen op 76 graden 12 minuten noorderbreedte de resten van een huis aan. Storm, vorst en ijsberen hebben het huis flink geruïneerd. Carlsen tekent op: lengte van het huis is 16 ellen, breedte 10 ellen, gebouwd van drijfhout en scheepshout. Aangetroffen gebruiksvoorwerpen neemt Carlsen met zich mee. Hij schrijft: we vonden twee koperen kookketels, een koevoet, een geweerloop, een slaguurwerk, een klok, verschillende vijlen, een partij prenten, een fluit, een paar geverfde kledingstukken, een kookbrandvoet, kandelaars, drinkroesen, een degen, twee boeken, delen van nautische instrumenten en stukken van een grotendeels verroeste ijzeren kist. Via een Engelse toerist komen deze voorwerpen in Nederland. De Nederlanders weten niet wat ze ermee aan moeten. Uiteindelijk krijgen ze een plaats in het zojuist gebouwde Rijksmuseum. Diezelfde dag maakten we van ruwe vilte hoeden schoenen. Want wij konden het niet langer uithouden door de hevige koude, omdat de schoenen aan onze voeten zo hard als horen waren. Maar we troosten ons met de gedachte dat de kou niet altijd zou duren en ten lange leste toch wel de nek gebroken zou worden. In 1917 waait de revolutie over Rusland. Lenin staat op de barricade en Nova Zembla wordt afgesloten voor buitenlandse bezoekers. Het eiland wordt militair gebied. Pas als de Berlijnse muur valt, in 1989, stellen de autoriteiten Nova Zembla open voor internationale onderzoekers. Maar alleen als ze daarvoor gedetailleerde toestemming hebben gekregen. Ruim 10 jaar eerder, in 1977, graaft de Russische amateur-archeoloog Kravchenko in en rond de overblijfselen van het behouden huis. De Rus stuit op enkele voorwerpen en brengt de locatie in kaart. Een groep Nederlanders bezoekt in 1992 de overblijfselen. Ze blijven 5 dagen en bestuderen de omgeving. Graven mogen ze niet, hoogstens een polletje optillen. Pas een jaar later krijgt een gezelschap van Russische en Nederlandse wetenschappers toestemming om bodemonderzoek te doen. Het resultaat stemt ze hoopvol. Daarom besluiten ze om nog eenmaal terug te keren. Держись!
De expeditieploeg bestaat uit 12 Nederlanders en 14 Russen. Samen bivakeren ze een maand naast het behouden huis. Onder de Nederlanders zijn archeologen, een paleobotanicus, een geomorfoloog, een conservator en een fotograaf. De Russen hebben naast de archeologen nog een geoloog, een petroloog, twee geografen, een botanicus en een arts in het team. Willem Barends team bestond uit 17 specialisten. Because the prevailing wind will be this. Yeah, good. So the back of the camp is this. This is a central place and little tents there. Good. Okay? Yeah. I have one other suggestion. You call Kiriev and ask them if they bring with next load all lemonade bottles in our two fridges, in the room of Mark Glotzbach and in the mess. Because I see there is very little snow, so we need extra water. We have 20, 25, maybe 30 bottles of lemonade. Yeah. And we can use. Yeah. Bojaski says to Derek, yeah, collect all the lemonade. All the lemonade. Okay. Kiriev, Kiriev, here ice harbor. Derek? No. Press. Derek. Yeah. Kiriev, я Верик, как слышите? Хорошо, слышим, хорошо. Выгрузку произвели благополучно. Устраиваемся на месте. Просьба передать. Ik verwacht een heleboel, en dat is het welbekende programma van de drie taken. Het behouden huis afronden met alle disciplines die erbij horen. Het schip zoeken en dat in kaart brengen. En het graf zoeken en kijken wat er van de persoon over is gebleven. А это не снимать! В принципе, еще бы надо вот сюда пару. Для техника. Nou, wij zitten hier in 2 graden boven nul in een stralend zonnetje met een blauwe hemel. En met een uitzicht over een wijdse vlakte met gletsjers op de achtergrond, groet ik je hartelijk uit IJshaven. Потому что вчера, конечно, был напряженный день. Yesterday we had a very difficult day. Мы с Гавронским очень переживали. We were with Mr. Gavronsky in not the best state. Понимая, как все стремятся высадиться на берег. We have understood that everybody tends for landing. За Голландию и Россию. For Holland and Russia. En omdat ons nu bleek dat we niet meer uit het ijs konden komen en we er vast in bleven zitten en niet meer zoals vaak daarvoor loskwamen en omdat het naar de herfst en winter begon te lopen, daarom dwong ons de nood om te overwegen hoe we ons beste been konden voorzetten naar omstandigheden om daar te overwinteren en ons lot in Gods handen te leggen. Heb jij hier al gegraven? Gisteren? Onder deze gele steentjes? Nee. Is het zo koud? Betekent het niks? Tot aan het water gegaan. Kun je hier even kijken hoe deze? En hier dan? Bij deze opgraving van het behouden huis hebben we allerlei middelen ingezet
om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van hoe Barends en zijn mannen hier gewoond hebben en geleefd hebben en hoe ook dat huis eruit heeft gezien. Want dat is nog een groot vraagteken. Nou, de middelen die we inzetten, die horen bij het pakket van wat de archeoloog de diensten heeft. Een archeoloog is bezig om uit de grond een verhaal te krijgen. En wat er in de grond zit, dat zijn de dingen die zijn achtergebleven. Dus bouwresten, etensresten en gebruiksvoorwerpen. Nou, die hebben verspreiding in de grond. En die verspreiding noemen wij sporen. En die sporen die brengen we in kaart. En uit zo'n kaart kunnen we dan opmaken hoe afval zich verspreid heeft. En daaruit kunnen we dan weer activiteiten destilleren. Nou, om die voorwerpen eruit te krijgen, gebruiken we allerlei fijnzinnige middelen. Ten eerste onze handen, troffels en borstels en pennen en meetlinten en al dat soort zaken. Maar ook in deze moderne tijd hebben we elektronische apparatuur, zoals metaaldetectoren, die ons in staat stellen om de kleinste fragmentjes van spijkers, van lakenloodjes, stukjes tinwerk, maar alles wat je kan voorstellen wat metaal heeft, om dat uit de grond te halen. Pak een eitje. Tripje. Aparte grond. Ik leg hem maar neer, ik kom hier meten. Oké, ik wacht wel even. Het leer zit er volgens mij ook nog bij, daarom was ik hier begonnen. Daar ligt hij, op kantje. 7 meter. Een trip is de zool van een klomp. De bovenkant was overtrokken met schaapsleer. Dit is een keer van hier naar, dat wijs is wisselen van plaats. Een mannetje. Ja. Kan je die ook fotograferen met zwart-wit? Zwart-wit en een dier. Zwart-wit met maat. Ja. Dan neem ik het vrouwtje ook nog een keertje met schaalverdeling. Moet je even een Bas vragen, want die is, heeft het ingepakt. Ja. Leg hem hier neer. Ja, het is een heel, heel ongewone vondst. Een elegant beeldje, klein beeldje van een naakte vrouw. Wat misschien onderdeel heeft uitgemaakt van een, ja, van een zoutvat of een luxe voorwerp. In ieder geval iets wat je absoluut niet verwacht bij een, in een winterkamp van overlevers op Nova Zembla. Pak in, pak in. En dat maakt het natuurlijk zo aardig dat er telkens van die vreemde culturele surprises in de fondspakketten tevoorschijn komen. Dat geeft ook de opwinding aan deze onderneming. Toen we zo gesloofd hadden de hele dag, kwam het bij ons op dat het Driekoningenavond was. En we stelden de schipper voor dat we ons tussen al die narigheid door eens wat zouden vermaken. Zo ontspanden we ons de avond en speelden koninkje, waarvoor we 2 pond meel gebruikten. Daarvan bakten we pannenkoeken met olie en we legden elk een wittebroodsbeschuit in die we in de wijn sopten. En zo verbeelden we ons dat we in ons vaderland bij onze vrienden waren. Zo goed smaakte het ons.
We deelden ook briefjes uit. En onze constabel was koning van Nova Zembla, dat wel 200 mijl lang was en tussen twee zeeën lag. We hebben in deze situatie, namelijk in de situatie van het behouden huis, hebben we met nog een bijzonderheid te maken. Het is namelijk zo dat we praten over een argeloze episode uit de historische tijd. De historische tijd wil zeggen dat er ook andere documentatie is dan de spullen die je in de grond vindt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de prehistorie, in de tijd van de hole mensen. Hier hebben we geschreven bronnen, documenten. We hebben zelfs een dagboek van een van de deelnemers van de expeditie van toen. Gerrit de Veer. En dat dagboek, behalve dat het een geschreven relaas geeft van wat er gebeurde, volgens zijn visie dan, zijn er ook nog prenten aan toegevoegd. Die prenten, daar moet je op een hele bijzondere manier naar kijken. Dat is niet als een foto van nu, dat het de werkelijkheid is van 1596, 1597. Het is een interpretatie van een kunstenaar die er zelf niet bij is geweest en die achteraf, op aanwijzing waarschijnlijk van de Veer en andere overwinteraars, plaatjes heeft gemaakt van wat hij dacht dat de situatie al hier was. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de prent die een doorsnede, een kijkje geeft in het huis. En dan zie je dat er in feite dat er allerlei details zijn die echt te maken hebben met het huis. Je ziet de klok hangen, je ziet in de hoek zie je een ton staan waar de mensen een bad in namen, een soort sauna. Dat zijn allemaal details die ook in het verhaal van de Veer voorkomen. Maar tegelijkertijd is de hele entourage, de hele ensenering van die prent, doet veel eerder denken aan de stal in Bethlehem dan het behouden huis. En dan moet je je realiseren dat die kunstenaar die heeft die episode van Barend, zoals de mensen die hem dat verteld hebben, heeft die vertaald in zijn beeldtaal en heeft daar een parallel voor gezocht. En dat is de stal van de kerstavond in Bethlehem. En je ziet dan ook op die prent zie je een lamp in het midden hangen als zijnde de ster. En je ziet een zieke man daar op de grond liggen en die is ingewikkeld als het kindje Jezus. En nou, dat heeft dus dat is een vertaling, een iconografische vertaling in wat zij dachten dat moest zijn. En dat heeft dus weer niets met de werkelijkheid te maken. Dus je moet die prenten van twee kanten bekijken. Dat je in combinatie met de archeologie en zo'n artist impression toch tot een sluitender geheel komt. We maakten een paar vallen van dikke planken. Rondom staken we paaltjes in de grond om te voorkomen dat ze eronder door zouden graven. Zo vingen we vervolgens enkele vossen. We veelden hen en aten van het vlees. Het smaakte als konijn. Van de vellen maakten we mutsen die we strak om ons hoofd droegen om wat beter tegen de felle koude beschermd te zijn. What about your mixture? Yes, I will make the special mixture. But now you may start without it. Yes. Nou, de zoveelste theorie over de constructie van het huis. We hebben een aantal gegevens in de laatste dagen verzameld in het vlak rond het huis. Die ons een beeld geven waardoor we de balken die hier liggen, die heel verstoord zijn, waarmee we die balken beter op een plaats kunnen krijgen. Wat je ziet aan de oostkant van het huis is een plateauotje met daarop aansluitend een hele dichte vondstverspreiding die naar de oostkant gaat en zuidom naar de zuidkant van het huis. Als we dan kijken naar de westzijde, dan zien we een soortgelijk plateautje. En die twee plateautjes, daarvan denken we nu dat dat de markeringen zijn van zijdeuren die in het huis hebben gezeten. Maar die zijdeuren, volgens de historische gegevens, zaten aan het portaal, in het portaal. En zoals die balken nu liggen, lijkt het of het huis hier gestaan heeft. Maar kijken we achter ons, dan zien we aan het uiteinde van die balken zien we een leegte aan alle twee de zijden.
En aan het einde van die leegte ligt er dwars een balk, een noordbalk. Dat is waarschijnlijk de enige originele balk in situ. Dat is heel erg vermolmd hout. En als je kijkt zoals ze nu liggen, lijkt het net of daar waar die balk ophoudt deuren hebben gezeten. Dat klopt niet met het archeologisch beeld, want juist aan die kant zijn relatief minder vondsten gedaan. En daarmee ook aanwijzingen voor minder activiteiten dan hier aan de zuidkant. Dus dit is de situatie anno 2 september en wellicht hebben we morgen weer een nieuw idee. Daar zweeft hij dus helemaal. Daar zweeft hij dus in alle kanten. Waarom hebben we dat niet gedaan? Nee. Vlak naast die beer. Af en toe komen er ijsberen op de geur van het voedsel af. Door een vuurpijl af te steken blijven ze op veilige afstand. De 12e februari was het helder weer en kalm. De wind was zuidwest. Er kwam een grote beer naar het huis toe, waardoor we ons allemaal naar binnen haasten en vanuit de deur op hem aanlegden met roeren en musketten. Hij werd getroffen en voor in zijn borst geschoten, dat het via zijn hart achter bij zijn staart er weer uitkwam, door zijn hele lijf heen, zodat het lood zo plat was als een koperen duit die je met hamers plat slaat. We sneden zijn buik open en haalden de ingewanden eruit en sleepten hem tot bij het huis. Daarna vilden we hem en haalden we er wel 100 pond smeer uit, die we smolten en in de lampen brandden. Wat ons erg goed uitkwam, want we zaten er nu wat ruimer in en brandden de lampen toen de hele nacht door. Het noodgedwongen verblijf op Nova Zembla duurt tot 14 juni 1597. Op die dag verlaten Willem Barends, Jacob Heemskerk, Gerrit de Veer en 12 andere overwinteraars het behouden huis. Omdat hun schip nog altijd vast ligt in het ijs, moeten ze de terugtocht maken in 2 open sloepen. Barends en Heemskerk laten bij vertrek een brief achter, het zedelken, voor toekomstige bezoekers. Om dies willen dat wij anders van koude en ongemak zouden moeten vergaan, alsmede om de langdurige weg die wij nog voorhanden en de ons brood niet langer als het laatste van augustus mag strekken, daarom vinden wij het niet geraden langer te toeven, want wij van nature gewegen gehouden ons eigen behoudingen te zoeken. De Russische amateur-archeoloog Kravchenko vindt in 1977 een onderdeel van een schip op het strand. Onderzoek wijst uit dat het waarschijnlijk toebehoort aan een laat 16e eeuw schip dat door het ijs in het kiezelstrand is geduwd. Er kunnen dus nog zware ijzeren scheepsonderdelen, zoals ankers en kanonnen, onder de kiezels liggen.
Met een metaaldetector wordt een 3 kilometer lange kuststrook verkend. Kleine fragmenten scheepshout met ijzeren nagels komen boven de grond. Hier zo'n vierkante ijzeren nagel, die we ook met honderden tegelijk in het behouden huis vinden. Van grotere resten ontbreekt ieder spoor. Vermoedelijk is het schip van Barents voor de kust gezonken en is er in de loop der tijd wrakhout aangespoeld. De 20e juni was het redelijk weer en de wind was west en omstreeks de oosterzon 7:30 werd Klaas Andriszoon heel erg ziek en we zagen wel dat hij het niet lang meer maken zou. De hoogbootsman kwam toen bij ons in de sloep en vertelde ons hoe het met Klaas Andriszoon gesteld was en dat het ernaar uitzag dat hij het niet lang meer maken zou, waarop Willem Barents zei: ik geloof dat het met mij ook niet lang meer zal duren. Maar we hadden weinig vermoeden dat Willem Barents zo ziek was. Ten slotte zei hij: Gerrit, geef me eens te drinken. En toen dat gebeurd was en hij gedronken had, werd hij zo erg onwel dat zijn ogen verdraaiden en hij stierf zo onvoorzien snel dat we geen tijd hadden de schipper uit de andere schuit te roepen, want hij was al dood. Zo was hij nog eerder dood dan Klaas Andries, die meteen na hem stierf. De dood van Willem Barents bracht ons niet weinig verdriet, want hij was de voornaamste leider en onze enige stuurman op wie we ons verlieten en die we vertrouwden. Twaalf dagen lang kammen Russische en Nederlandse onderzoekers 25 kilometer kust uit. Ze zoeken de graven van Willem Barents en Klaas Andries. Uit de skeletten kan de leeftijd en doodsoorzaak worden afgeleid. Het uitgraven van een steenconcentratie levert uiteindelijk niets op. Ook bij volgende opgravingen komen Barents en Andries nog niet tevoorschijn. Hij zit in een bord. Er is helemaal geen hout. Het is in een bord uit het strand. Met die schip die baren van hier? Nou, die komt nog. Dat was ik nou al jaren kwijt. Het is in een bord. Als je wil avondeten, zie ik wel avondeten. Met merk, ja. We hebben er niet naar gekeken, maar we hebben er 3 mogelijkheden. Hij ligt vlak over de rand van het strand. Zo diep ongeveer. Ik denk een metertje of 7 van de waterlijn. Nou, dus of de achterkant van het schip is daar terechtgekomen, dit is echt kapiteinspul. Uit het achtersteven. Of dit is een toevallig los verloren fonds. Of, en dat is denk ik het interessantste, dat de oorspronkelijke landingsplaats is waar ze de spullen verzameld hebben. En van daaruit. En dat past dan weer bij het idee dat het schip op dat noordelijke rift is vast komen te zitten. Tussen deze twee riften. We hebben dat even naar huis geregeld en nu gaan we het invullen.
Het is een cultuurcapsule die tevoorschijn komt. Er is altijd naar gekeken natuurlijk als een verzameling toebehoren van een scheepvaart. En er is nooit gedacht aan culturele dimensie aan dit project van Barentsdam in de tijd. En dat komt nou opeens ontzettend zichtbaar naar voren. Dus dat is echt de meerwaarde van deze zomer. Dat er nog een keer een laag bovenop wat we al hadden wordt gelegd. En waarbij je dan misschien ook weer tot nieuwe gedachten kan komen over wat dat nou eigenlijk precies voor mensen waren, die deelnemers in de expeditie. Maar ik ben niet alleen meer dan tevreden over wat er tevoorschijn is gekomen. Maar het is eigenlijk ook helemaal anders dan we gedacht hadden. We dachten dat we een soort van laatste opruimingsoperatie zouden doen. Nog eens even wat losse eindjes aan elkaar kunnen openen en een beetje de boel opruimen. En in feite trek je een hele nieuwe la open. Dus ik ben heel erg tevreden. Dat zwaait. Ja. Oh. Een klein stukje naar. Op 28 juli 1596 komen 12 van de 17 overwinteraars terug in de bewoonde wereld. En wij lichten hen zo goed mogelijk in, waarop zij zeiden, krabbel propal, wat wij verstonden, heb je het schip verloren? En wij antwoordden daarop, krabbel propal, ja. Ze bewezen met hun hele gezichtsuitdrukking dat ze bedroefd en vol medelijden met ons waren. Het archeologisch werk op het behouden huis brengt meer met zich mee dan alleen maar goed opgraven. We hebben ook de verantwoordelijkheid over de manier waarop we de site, de opgraving achterlaten. En dan met name hoe we het monument achterlaten. Want deze plek heeft een zeker zeer sterke monumentale historische waarde. Dit is de plek waar voor het eerst mensen hier Nova Zemla overwinterd hebben. En het is zowel voor onze Russische collega's als ook voor Nederlandse onderzoekers. En het Nederlandse publiek is dit een plek die in het geheugen gegrift staat. En om te voorkomen dat hij hier uit het landschap verdwijnt. Hij is nu, we hebben hem in ons hoofd, maar het is hier ook iets tastbaars. Zien wij dat als onze taak, als mensen die hier aan het werk zijn geweest, om de plek na opgraving weer te herstellen. En ook in het landschap aan te geven als een historische plek. Vandaar dat we de stort, dus de grond die we hebben opgegraven, weer terugbrengen. Rond het huis en dat goed aanbrengen. En daaromheen hebben we een cirkel gemaakt van stenen die uit die opgrave zijn gekomen om daarmee de plek van het behouden huis te markeren. Oké. Vinden wij het raadzaam niet langer te blijven. Want wij zijn naar onze aard voorbeschikt om te trachten in leven te blijven. Jacob Heemskerk, Pieter Pieters Vos, meester Hans Vos, Laurens Willems, Pieter Cornelis, Jan Reiniers, Willem Barends, Gerrit de Veer, Lennart Hendricks, Jan Frans van Haarlem, Jacob Jans Schiedam, Jacob Jans Sternburg, Jan Hillebrands, Jan van Buizen, Jacob Everts.